allemaal! Als je denkt, wat ziet ze er raar uit? Dat klopt, maar dat heb je vast al aan de titel kunnen zien. Het leek me leuk om een soort carnavals tutorial te doen. Normaal zou ik nooit in mijn onesie carnavallen, maar we gaan overdag met Niels naar de optocht. We vieren het al in Zwolle, dat is omdat Sven in Zwolle altijd carnaval vierde. Je zou zeggen, niet onder de rivieren, maar toch. Toen hadden we zoiets van, vind het ook wel leuk om met Niels overdag te gaan. En Niels is al het draakje. En toen dacht ik, om nou in mijn avondpakje, zeg maar, dat is gewoon te koud voor overdag. Ik denk dat ik als rood kapje ga, weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk als rood kapje. Maar dat is gewoon te koud voor overdag. En ik dacht, ga ik gewoon lekker in mijn onesie. Maar dan wil ik wel eventjes smink, zeg maar, op mijn gezicht. Maar dan make-up. En ik heb een tijger onesie, dus die... Die look werd het. En ik heb dan die oortjes gehaald bij Kruis. En ik zie nu dat ze een andere kleur hebben. Maar goed. Fake it till you make it. Laten we gewoon gaan beginnen. Ik begin met deze L'Oreal Infallible 24 Hour Foundation in de kleur 145. Het sneeuwt trouwens nu buiten. Dat is ook wel een leuk feitje. Ik weet niet waarom. Maar ja. Je kan ook Niels op de achtergrond horen. Want die is ook thuis. Maar ik wilde hem graag nu opnemen. Dit is nog niet carnaval, want dan doe ik het in Zwolle. Maar dan ben ik bij mijn schoonouders en dat vond ik niet zo handig. Dus ik denk, ik moet hem toch... ik heb al een keer zeg maar half geoefend. Niet het gezicht, maar wel het hele kat idee, zeg maar. Dus de ogen en de snorharen en zo. En nu dan nog steeds niet voor het echie. Ik heb nog nooit zo vaak als kat opgemaakt. En toen was mijn batterij uitgevallen en had ik dat niet in de gaten. Mijn foundation zit er inmiddels op. En ik ben nu bezig met mijn concealer. En dit is de Maybelline Instant Age Rewind. Heb je hem al heel veel vaker zien gebruiken. Maar volgens mij was ik aan het vertellen dat ik alleen een andere eyeliner voor mijn neusje en snorharen en zo ga testen nu. Want degene die ik had, die vond ik niet zwart genoeg. Dus ik heb nu iets anders en ik heb een beetje zitten kijken naar tips voor een goede eyeliner. Want je gaat hem dus ook op je mond en zo doen. Dat is, je kan ook zwarte... ik kan er van alles voor verzinnen, maar ik ga nu dit proberen, want dat andere werkte niet. Dan wenkbrauwen, het Anastasia wenkbrauwpotlood. Hier ga ik allemaal snel doorheen, want dit zijn er allemaal redelijk standaard stappen. Je mag je wenkbrauwen natuurlijk wel best wel aanzetten nu. Ik ben trouwens heel benieuwd of jullie carnaval vieren. Of dat je dit gewoon kijkt omdat je het leuk vindt. Of omdat je een andere verkleed feest hebt. Ik ben er trouwens gek op. Carnaval vind ik leuk. Maar ik bedoel, sowieso vind ik het leuk om als er feest zijn met een thema. Wat voor thema dan ook, vind ik altijd leuk. Dan oogschaduwbasis van Catrice, de Prime & Fine. En dan ga ik niet verder met het gezicht, maar eerst met de ogen. En je kan ze ook helemaal aan het begin doen. Maar ik doe het nu, want ik ga wel tape gebruiken. Want het is natuurlijk katachtig, dus je wil dat het wel zo'n mooie katachtige vorm heeft. En ik gebruik van dat wittere tape. Dat wat minder plakt. En dan plak ik het ook eerst eventjes op de bovenkant van mijn hand. Een paar keer, zodat het een beetje minder heftig plakt. En dan plak je dat zo langs je onderste wimperlijn richting je wenkbrauw. En dat zit een beetje oncomfortabel, maar is wel heel praktisch. Dan dacht ik een beetje budget oogschaduw te gebruiken. Dit is het Makeup Revolution Ultra Eyeshadow palet. En ik begin met... deze kleur, ik was mee aan het zoeken. En die gebruik ik in mijn crease. Als een soort overgangskleur. En je moet heel erg, tenminste ik moet er altijd heel erg aan wennen als ik plakband op mijn hoofd smeer. Omdat het gewoon heel gek voelt om je zo op te maken dat je ook gewoon lekker zo eroverheen kan. Ik doe het alleen maar in mijn crease en daar vervaag ik hem gewoon heel subtiel. Dan pak ik het Revolution Iconic palet. Want ik heb wel even nog een lichte kleur nodig. Als kleur onder mijn wenkbrauwen en op mijn bewegend ooglid. En daarvoor gebruik ik deze kleur.
En dan ga ik daarna weer in die kleur van net. En dan ga ik nog een keer over die arcadeboog. Dan pak ik een penselkwastje. Dit is de Luxe Petite Crease van Zoeva. En daarmee ga ik in de iets donkerdere kleur. En die meng ik met de donkerste kleur. En daarmee ga ik echt in het buitenste gedeelte. En ik weet niet of je het kunt zien, maar ik maak een soort extra wing. Voor dat echte cat shape gevoel. En dan vervaag ik dat. Ik ga het zo nog blenden met mijn blending kwast. En het is altijd zo dat de ene kant beter lukt dan de andere. Ik weet ook niet waarom dat is. Dat is gewoon zo. Maar dat werken we straks gewoon allemaal bij. Ik denk gewoon dat het moet gewoon iets... je doet het verder dan dat je normaal het zou doen. Ik blend dit weer met mijn blending kwast van Zoeva. Ik weet nooit hoe je dat zegt. Dus ik zeg het altijd maar allebei. Ik ben dus heel benieuwd of jullie ook gaan carnavallen of niet. En waar dan, als je wel gaat. En als wat je verkleed gaat. Ga je inderdaad als kat of ben je gewoon inspiratie aan het opdoen? Of... Dan pak ik een eyeliner kwastje. En dit is ook van Zoeva. Dit is de Wing Liner. En daarmee ga ik in de mat zwarte kleur. Deze. En daarmee ga ik langs mijn... boven zeg maar mijn wimperrand, mijn bovenste wimperrand. En dan maak ik een soort kleine wing. Nou ja, soort. Ik maak nou klein is het eigenlijk ook niet. Ik maak gewoon een wing. En ik begin zeg maar vrij dun en dan laat ik hem dikker uitlopen. En wings zijn voor mensen zoals ik lastig, want ik heb droopy eyes. Dus dat is altijd wat ingewikkelder dan bij mensen die gewoon amandelvormige ogen hebben bijvoorbeeld. Dat werken we straks nog bij als we de plakkers af hebben en dan kijken hoe het eruit ziet. En ik ga nu ook de plakkers afhalen, want dan kunnen we verder met de rest van het oog. Dat is altijd heel bevrijdend. En zo zie je dat je een mooie strakke lijn hebt. Die ik dan nu een beetje ga verpesten natuurlijk. Maar... En omdat je nu de plakkers ziet, ga ik nog met een klein beetje concealer. En ik doe een iets lichtere. Want net had ik zeg maar voor de dekking, voor mijn donkere kringen. Maar ik doe nog een beetje voor dat lichtere effect zeg maar aan de binnenkant deze. Dit is de Radiance Reveal. Ik weet niet, er is een hond er redelijk agressief aan doen ergens. En dat werk ik dan naar buiten toe. En dan zie je dus ook niet meer die plak. Want alhoewel je het niet heel erg ziet hoor. Maar... Dan pak ik datzelfde kwastje. En daarmee ga ik eerst in die twee gemixte bruine kleuren. En daar begin ik het lijntje aan de binnenkant van mijn ogen. En dan wordt het naar buiten toe steeds donkerder. Zie je dus ik begin met het bruin en dan wordt het zo meteen zwart. Ik doe hier ook wel het bruin, alleen daar komt straks nog zwart overheen. En dat breng ik ook nog een beetje aan de bovenkant aan. En wat katten zeg maar hebben en beesten, katachtigen... dat het hier zeg maar naar beneden loopt. Dat doe ik ook een beetje. Niet al te heftig. Want ja, je weet hoe het gaat met carnaval. Dat verdwijnt op een gegeven moment. En dan moet het niet zo zijn dat het een soort gat wordt. Dus een beetje. Een beetje nog aan de bovenkant.
Dan ga ik in die zwarte kleur. En daarmee sluit ik de lijn aan op de lijn aan de bovenkant. Nou, dat is redelijk katachtige vorm, zou ik zeggen. Dan is het tijd om te shapen en daarvoor gebruik ik mijn Kiko Sculpting Touch. En dat mag natuurlijk nu best wel aanwezig zijn. Je kunt ook natuurlijk nog helemaal je neus en zo doen, maar dat vind ik dan weer too much. Zeker voor overdag, voor 's avonds is dat natuurlijk wel gaaf. En ja, ik doe dit soort dingen altijd met mijn handen. En dan ga ik er overheen met een sculpting poeder. En dit is het Catrice Prime & Fine poeder. En dit is de lichtste, dit is 101, of nee, het nummertje 010 Ashy Radiance. En daarmee ga ik eigenlijk het nog wat sterker aanzetten. En ik doe dit met mijn Real Techniques Contour Brush. Dan pak ik, nee niet deze, ik wilde al deze gaan doen, maar ik ga eerst op bronzen natuurlijk. Want ja, brons kan niet ontbreken. En ik gebruik de L'Oreal Glam Bronze. En die gebruikte ik ook altijd om te sculpten. Maar nu ga ik natuurlijk all out. En om het binnenste gedeelte van mijn gezicht iets op te lichten, pak ik het Revolution Radiance palet. En dan pak ik de lichtste kleur. En mijn Zuva Powder Quast. En daarmee ga ik in het lichtste gedeelte, zeg maar op het binnenste gedeelte van mijn gezicht, dus waar het licht moet vallen, breng ik een beetje aan. Ook op mijn neus. Dan blush. En daarvoor gebruik ik deze frisse roze blush. En deze is ook van Revolution. Ik ben helemaal Revolution vandaag. Ik ben niet gesponsord. Dit is het Ultra Blush Palet. Niet gesponsord, maar vond het gewoon passen bij de look. En ik begin niet helemaal hier, maar ik ging iets verder naar achteren. Je hoeft trouwens, je kan het ook gewoon met bronzer doen, maar ik vind blush staat dan wat schattiger. En ik vind mezelf gewoon niet, zonder blush voel ik mezelf niet af. En natuurlijk een beetje glans. Het Mary Luminizer palet van de Balm, of de Mary Luminizer highlighter van de Balm. Highlighter van de Balm. En die breng ik een beetje aan. Op mijn bovenste, of op mijn jukbenen. En stiekem ook een klein beetje hier. En een klein beetje op mijn neus. Dat blend ik nog even met mijn blushkwast. Dan wenkbrauwgel. Dit is de L'Oreal Brow Artist Plumber. En dan gaan we dan naar het spannendste gedeelte van de look. Vind ik in ieder geval. Nou, nee, dat is niet helemaal waar, want ik vind het spannendste snorharen, want die maken of breken natuurlijk. Ik heb dus nu een nieuwe, ik heb deze. Dit is de Maybelline Lasting Drama Gel Eyeliner. Die andere dus niet werkt, dus ik hoop dat dit wel gaat werken. Het zal mij benieuwen. Een klein potje en een klein kwastje met twee kanten. Nou, de ene kant heb je niks aan, maar deze kant hoop ik wel. En dan gaan we beginnen met het neusje. En je kan allerlei vormen kiezen. Ik ga voor een driehoekje. Op z'n kop. Voel een haar. Oh, een hartje is misschien ook wel schattig. Nou, we gaan gewoon voor een driehoekje. Dan trek ik een lijntje. En dan de bovenlip. En dat doe je gewoon net zoals dat je lipstick aanbrengt. Tenminste, als je dat met een kwastje zou doen natuurlijk. Het voelt wel heel fijn, want het voelt veel droger dan de eerdere die ik had. Zeg maar als in, nou ik kan het niet uitleggen, maar het voelt beter.
Zo. Dit moet je niet aanraken, want dan wordt je onderlip natuurlijk zwart en dat willen we niet. Nou, dan is het tijd voor de snorharen. En die doe ik zeg maar hier. En dan gewoon een aantal stipjes zetten. En dan is het tijd voor de snorharen. En dat is het meest lastige van de hele look. Maar mijn tip is lach. En doe het dan zeg maar net na die streepjes. En dan niet te hard lijnen en niet te lang. Maar goed. Op hoofd van zegen, want het is gewoon... En gelijk. En dat is ook nog lastig. Of tenminste gelijkachtig. Gelukt. Nou, ik moet hier echt nog even op trainen, want ik ben nog steeds niet helemaal... Oh, deze kant moet sowieso nog even iets... Dit is ook te dik. Maar je moet dit gewoon echt een tijdje oefenen en dan lukt het. Maar dit is dus nou, ja, je kan hier ook niks meer aan doen. Maar dit is de look, behalve nog lippen. En voor mijn onderlip gebruik ik dit. Dit is de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Ibiza. Deze. En wel subtiel, dus ik doe een klein beetje en dan de hè. En niet jullie heel elkaar. En dan is dit de uiteindelijke look. Ik denk dat mijn haar nog wat wilder gaat doen en dat soort dingen. Ik heb hier trouwens ook nog een capuchon zitten. Maar nou, zo. Sorry dat het ineens wat donkerder is. Ik bedenk me ineens helemaal dat ik helemaal geen mascara op heb gedaan. Ik was namelijk nog in twijfel of ik nepwimpers zou doen of niet. Het is dus nu ineens ook een stuk donkerder buiten. Ik loop nog steeds zo door het huis, jazeker. Maar ik heb dus geen mascara opgedaan. Nou zie je wel, ik heb echt hele lichte wimpers. Ik weet niet of je het kan zien. Maar je hebt het dus eigenlijk niet eens nodig. Maar je kunt het natuurlijk wel doen. Dus dat wilde ik nog even tussendoor zeggen. Ik heb het dus nu niet gedaan, maar ik ga het zeker wel doen op de avond. Ik kan er natuurlijk nu nog mascara op doen, maar het is gewoon te donker. Dus jullie gaan het nauwelijks zien. Maar ja, een nepwimpers kan natuurlijk ook. Maar gewoon een laagje mascara is natuurlijk ook al prima. Maar ineens dacht ik, ik heb helemaal geen mascara opgedaan. Heel raar. Dus ik was zo druk met dit hele gebeuren dat ik gewoon ja, mascara vergeten ben. Dus nou ja, bij deze, dat zat er niet bij. En dan ga ik nu weer terug naar de video. Dit is de look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik hoop dat jullie inspiratie op hebben gedaan. En nou ja, dat jullie ook verkleed gaan met carnaval. Let me know in de comments waar je heen gaat en als wat je verkleed gaat. Of als je iets anders gaat doen met deze look, laat me ook eventjes weten. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!